Studenten van de HAN zijn vanuit hun opleiding Voeding en Diëtiek een project gestart waarbij ze 2 gezonde maaltijden voor de voedselbank hebben ontwikkeld. De verse groenten in de voedselpakketten worden namelijk niet altijd gebruikt, omdat klanten ze bijvoorbeeld niet kennen. Elke vrijdagochtend worden de maaltijden gratis aangeboden bij de voedselbank. We zijn bezig met het project Soepie erbij. Wat we hier eigenlijk doen is een gezonde, makkelijke maaltijd uitdelen aan de klanten van de voedselbank. Omdat het toch wel lastig is als je een laag sociale economische status hebt om gezond te eten. Het kost veel geld, het kost vaak veel tijd om te bereiden. Er is vaak veel stress. Dus op deze manier proberen we eigenlijk... alles eromheen een beetje uit handen te nemen. We zijn vandaag de pasta saus aan het maken. En wij koken hier 1 keer in de 2 weken. Dus 1 keer dan maken we een pompoensoep en vandaag koken we een pasta saus. En dat doen we met verschillende vrijwilligers van het Huis van Compassie. En 2 studenten van de HAN, dat ben ik en nog een andere student van de HAN. Vanuit hun studie zijn de studenten aan de slag gegaan met het maken van gezonde recepten voor klanten van de voedselbank. Wij hebben deze opdracht mogen kiezen vanuit school. Onze opdrachtgever die is in samenwerking met het Huis van Compassie en de voedselbank. En op die manier zijn we in aanraking gekomen met de opdrachtgever. Nou ja, we hebben ze, andere studenten van de HAN hebben ze bedacht, of ook van de opleiding Voeding en Diëtetiek. En vorig jaar waren er een aantal recepten gemaakt. Er waren 2 soepen en die vielen heel erg in de smaak. En we wilden ook voor de klanten een pasta saus aanbieden om te kijken hoe dat bevalt. Dus toen hebben we eigenlijk gekeken van goh, wat smaakt het beste of wat zal het meest neutrale zijn. En toen kwamen we op een pasta saus en een pompoensoep eigenlijk kwamen we uit. Met de maaltijden hopen ze dat het voor de klanten net iets makkelijker wordt om een gezonde maaltijd op tafel te zetten. We horen veel positieve verhalen. Mensen vinden inderdaad dat het snel klaar is. De smaak valt in de smaak. En het verschilt wel, want smaken verschillen natuurlijk ook. Maar over het algemeen zijn mensen blij met dit initiatief. En we zijn nog aan het onderzoeken wat beter kan. En welke smaken het lekkerst zijn. Maar over het algemeen goed. Wij hopen met dit project te bereiken dat ook de mensen hier gezonder kunnen eten. Met een gezond leven als resultaat uiteindelijk. En om mensen ook gewoon blij te maken hiermee.